Om de lancering van mijn nieuwste kookboek Low Carb on a Budget te vieren, trakteer ik je vandaag op een lekker fruitig dessert of tussendoortje. Gebakken appeltjes met notencrumble. Verwarm de oven voor op 175 graden. Snijd de appels in schijfjes en schik ze in een ovenschaal. Breng op smaak met kaneel, een beetje zeezout, kleine klontjes boter erover. De walnoten plaats ze 20 minuten in de voorverwarmde oven. Klop ondertussen de room op met wat ketozoetstof en vanille. De appeltjes zijn klaar. De hele keuken ruikt naar zoete kaneel. Heerlijk. Ontdek dit eenvoudige recept in mijn nieuwe boek Low Carb on a Budget. Nu verkrijgbaar bij alle boekhandels en via juliesluifestyle.com. Smakelijk!